En toen was zondag met Lubach afgelopen. Voor altijd. Gek toch? Een aantal weken geleden was dus de laatste vlog voor Zondag met Lubach. De backstage vlogs die ik een tijd lang gemaakt heb en toen nog een soort van afsluitende. En toen was Zondag met Lubach afgelopen. Voor altijd. Gek toch? En ik ben al die jaren vanaf het begin de art director geweest van Zondag met Lubach. En ik zal later nog wel een keer vertellen misschien daarover wat dat precies allemaal inhield. Of inhoud, als je dat bent. Een art director, wat doe je dan precies? En nu heb ik dus een tijdje vrij en dat is wel heel lekker. De laatste tijd ben ik steeds meer weer gaan tekenen. En dat vind ik heel erg leuk. Maar ik dacht, misschien is dat ook wel gewoon leuk om te laten zien in een video. Het zijn eigenlijk twee dingen die ik veel ben gaan doen om een beetje kalm te blijven in mijn hoofd. Dat is het tekenen en lopen met mijn lieve hondje Kapitein Muis. En dan kan ik allebei natuurlijk gewoon prima wel laten zien. Ik zal ook wel naast tekenen andere dingen doen. Foto's maken en schilderen en nou ja,
gaan wel zien wat er allemaal gebeurt in deze vlog.